Hey jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explorer. Vandaag zijn we in Nederland bij een verlaten botenhandel. Ik kom hier net de trein op en we worden nu al aangevallen door drie ganzen. Een keer geen waken, allemaal gewoon ganzen. We lopen al een tijdje op het terrein rond, we zijn gelukkig voorbij de ganzen gekomen. Aan het eind van het terrein zien we al een paar mooie boten staan. Voor staat nog een hele grote loods, daar gaan we dadelijk kijken. Ik ben echt benieuwd wat er nog allemaal te zien is. We zijn er bij de loods aangekomen. Er staat hier een bordje van 1939. De deur is open. Deze werf wordt uitsluitend gewerkt aan de algemene belangen. Ik ben benieuwd wat er binnen staat. Rotterdam, 13 augustus. Hier in de loods staat nog een hele grote hydraulische pers. En dan zijn die heel bekend van YouTube. Honderdduizenden views hebben die. Dat ze allemaal dingen doen platten. En hier staat er gewoon eentje. Jammer dat je het niet meer doet. Jongens, dit is weer het einde van deze video. Hij loopt net iets anders af als normaal. Op het moment dat wij de hijskraan in wouden klimmen, kwamen namelijk politie aan. We hebben een boete gekregen, een goed gesprek gehad. Ze hadden een melding gekregen van inbraak, wat absoluut natuurlijk niet het geval was. Dus we wouden toch nog graag een video online zetten. Dus iets korter als normaal, maar we zien jullie weer de volgende keer.